Hallo, welkom. Laat me jullie meenemen in een gedachte-experiment. Mijn naam is Monier Samuel en ik ben theatermaker, schrijver, journalist en een hele hoop andere dingen. En ik hou me vaak bezig met de scheppende kracht van taal. Als ik nadenk over het woord en wat het woord kan doen en vermag, word ik steeds teruggebracht naar die eerste scheppende kracht met het woord God zelf in Genesis. God sprak en het was. Licht en duister, de aarde en de hemel, water en land, de vissen en de vogels, toen de kruipende dieren en uiteindelijk de mens. God heeft ons de scheppende kracht van het woord gegeven, maar welke demonen spreken wij eigenlijk tot leven? En wat creëren wij met onze taal? Wanneer ik nadenk over de grote vragen van deze tijd, dus of dat nu racisme is, of de grote klimaatramp waar we middenin zitten en zo weinig mensen echt hun ogen voor willen openen, of het gaat om het groeiend aantal vluchtelingen wereldwijd, toename van oorlog en conflict, honger, de grote pandemie, of onze eigen dagelijkse toename van geweld en criminaliteit op straat, dan denk ik soms, waar is dit toch allemaal begonnen? En terwijl ik met die vraag bezig was, werd ik telkens teruggebracht naar dat allereerste begin. En ik besefte dat God ooit, als volmaakte drie-eenheid, een drie-eenheid schiep, maar wij die bruut hebben verstoord. En dat de enige oplossing voor ons als mens, willen wij überhaupt nog leven en overleven, een nieuwe drie-eenheid moeten aangaan. Maar voordat ik uitleg wat ik daarmee bedoel, laten we gaan naar dat eerste Genesis. God schiep de aarde, maakte eigenlijk een context, een perfecte volmaakte context, waarin alles kon floreren van de bomen en de planten tot de dieren en de mens. En uiteindelijk plaatste hij daar, of zij, want God is eigenlijk onzijdig in het Oude Testament, zoveel meer dan man en vrouw, God plaatste daarin Adam. Als eerste mens, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen, staat er in Genesis 1. Maar wij maakten van Adam niet de eerste mens. Wij maakten van Adam de eerste man. De man komt eerst. De man is de grote uitvinding van God. De man is de heerser. En daarnaast kwam dan de vrouw. Als een aftreksel, als een bijproduct, gemaakt uit de rib van Adam in Genesis 2. Maar als we teruggaan naar dat eerste Genesis, dat allereerste hoofdstuk, staat er niet God schiep man en vrouw. Er staat God schiep de mens, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. De mens was één, mannelijk en vrouwelijk in één. Een fluïde, bewegende vorm. En leefde in een volmaakte drie-eenheid, als schepsel met de schepper en de schepping. Kijk ook naar dit eerste model. Jullie zien hier een driehoek, een piramide. Als Egyptische Nederlander ben ik gek op piramides. Je ziet de schepper, God, de liefde met een hoofdletter, de maker van het al, de scheppende kracht in woord en daad. De schepselen, namelijk de mens, die in volmaakte liefde en eenheid leeft. En jullie zien de schepping, de aarde en alles wat daar verder in is. En zoals God een interrationeel wezen is die met zichzelf danst en beweegt en creëert en uitdijt, zo was ook deze volmaakte harmonie in die prachtige tuin tussen Eufraat en Tigris. God zegt 7 keer dat het goed was. Hij schiep, of hen schiep, die schiep, De aarde, het licht en duister, het was goed. Het water en het hemelgewelf, het was goed. De aarde en het water gescheiden van elkaar, het was goed. De planten en de bloemen, het was goed. De vogels en de vissen, het was goed. God zag dat het goed was. En God zag extra dat het goed was toen de mens geschapen werd. En toen was er iets niet goed. Want ondanks dat Adam leeft in deze perfecte paradijselijke setting en wandelde met God door de tuin, was Adam ergens toch alleen. En dus zegt God voor het eerst in Genesis 2 dat iets niet goed was. Het is niet goed voor de mens dat die alleen is. En God schiep Eva.
niet om een scheiding teweeg te brengen, een dualiteit, zoals we tot de dag van vandaag zeggen dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus en een eeuwige strijd tussen de seksen prediken en tentoonstellen. Nee, God schiep Adam en gaf Adam diens eigen wederhelft als een spiegel. Zoals in Spreuken staat, zoals ijzer met ijzer gesmeden wordt, zo scherpt de ene mens de ander mens. Adam kreeg zelf het geschenk om te voelen hoe het is om interrelationeel te zijn. Om één te zijn in losse vormen. En toch een echte verbinding op ziels- en hartsniveau aan te gaan. Om in de ander een verlengde van zichzelf te vinden en daarmee een spiegel van zichzelf. Om diens eigen contouren te herkennen door de contouren van de ander. Diens helper. Diens gelijke metgezel. Want in Genesis 1... zegent God de mens en zegt, jullie moeten jullie voortplanten. Jullie moeten de aarde bevolken. Adam en Eva krijgen exact dezelfde positie en rol toebedeeld. Er is in hen geen enkel onderscheid. Toch hebben kerken eeuwenlang en tot de dag van vandaag de vrouw minderwaardig en ongelijkwaardig gesteld aan de man. Om over een gebrek aan enige erkenning van andere genderidentiteiten maar te zwijgen. De kerk is patriarchaal, zeker in Nederland, en buitengewoon seksistisch. Maar als wij teruggaan naar de drie-eenheid, als wij teruggaan naar het begin, dan zien wij de mens in volmaakte gelijkwaardigheid met evenveel bevoegdheden, rechten en één verbod. Eet niet van die verboden vrucht. Nou, zoals we weten doen Adam en Eva dat toch. En wel in Genesis 3. Ik neem jullie graag naar het tweede model. Eigenlijk het model dat toen ontstond en tot de dag van vandaag springlevend is. En we plukken er elke dag de zure, wrange vruchten van. Adam en Eva gingen wandelen door de tuin, leefden in liefde en harmonie, maar aten van die ene boom waarvan God gezegd had, raak die niet aan. En hoe? Doordat de slang, de meest listige en sluwe dier van alle dieren, zoals er in Genesis 3 staat, ging spelen met hun gedachtenwereld. De eerste zonde van de mens was namelijk niet dat hij at van de verboden vrucht, maar dat hij luisterde naar een stem die niet van God was. En ging twijfelen aan diens eigen identiteit. Want wat zegt de slang? Heeft God niet gezegd dat jullie van alle bomen mogen eten behalve deze? Ja, want dan zouden jullie weten dat jullie als God zouden zijn. Maar Adam en Eva waren als God. Want wat zegt God zelf? Laten we mensen maken naar ons gelijk. Alleen daarover twijfelde Adam en Eva opeens. Waren zij inderdaad in het beeld van God geschapen? Waren zij inderdaad Gods kinderen? Om de waarheid te willen achterhalen, aten ze van de verboden vrucht. Niet Eva, die Adam verleidde doordat ze eerst zelf ging eten en vervolgens naar hem toe liep en zei, joehoe, Adam, zoals eigenlijk al millennia wordt gesuggereerd. En het beeld van de vrouw als een gevaarlijke verleidster voor de man constant wordt gereproduceerd. Nee, lees goed, pak je Bijbel erbij. Wat staat er? Eva at van de verboden vrucht en gaf ook aan Adam die met haar was. Ergo, Adam stond er gewoon stom. Wat jij wil, Eva, maakt me allemaal niet uit. Eva had tenminste nog het vermogen om te praten en te na te denken en in gesprek te gaan. Ze was feitelijk de slimmere van de twee, de nieuwsgieriger van de twee. Ze was ook korter in de tuin. Adam liep er al een tijd rond en het was aan Adam om Eva aan de hand te nemen in de plek waar hij al, of waar die al een tijd woonde. En het voorrecht had gekregen alle dieren een naam te geven. De schepping te eren door ze van een naam en een betekenis te voorzien. Maar ze aten allebei en ontdekten dat ze naakt waren. Hun onschuld was weg. En voor het eerst ontdekten Adam en Eva dat zij niet twee mensen waren, maar man en vrouw, afwijkend van elkaar. En daar was de schaamte, daar was de lust. Daar was de onderdrukking van wat er in hen zelf loskwam. Wie heeft jullie verteld dat jullie naakt zijn, zei God. En Adam wees direct, die vrouw die u mij gegeven heeft.
Hij ontdeed zich van alle verantwoordelijkheid. Eva nam deels in ieder geval de verantwoordelijkheid en erkende dat ze inderdaad van de verboden vrucht gegeten had omdat ze misleid was door de slang. En zo kwam er een einde aan de tuin. De mens werd uit het paradijs gezet, het paradijs werd afgesloten. En er ontstond een breuk. Een breuk zoals jullie in het model kunnen zien tussen Adam en Eva. Zij zijn niet langer één. En daar ligt de wortel van alle onderdrukking. De onderdrukking van de man naar de vrouw. De onderdrukking ook van de man naar de schepping. Niet langer aten ze als veganisten van de bomen en vruchten zonder enige CO2 te produceren. Nee, de man moest zelf vruchten gaan creëren door te zaaien, te oogsten, hard werk te verrichten op het land om te gaan woelen. En wat blijkt nu? Sinds de mens begonnen is met het zelf creëren van voedsel, zijn we begonnen met CO2-uitstoot. De eerste CO2-uitstoot door de mens is 7000 jaar geleden ontstaan met akkerbouw en 5000 jaar geleden met rijstbouw. En niet alleen CO2, ook het veel schadelijkere methaan, dat 80 keer gevaarlijker is dan CO2, komt bijvoorbeeld bij rijstbouw vrij. Niet in dezelfde hoeveelheden als na de industriële revolutie, maar eigenlijk vanaf het moment dat de mens zelf zijn voedsel moest gaan bewerken, kwam de klimaatramp langzaam op gang. En de mens ging doden. De mens gaf de dieren geen namen, liep niet meer vrolijk met hen rond, speelde met hen, nee. De mens at het dier op. De mens vroette en ploegde de aarde om, boorde de aarde leeg, creëerde een steeds lelijkere tuin. Tot er niks van het oorspronkelijke paradijs meer over was. En de mens onderdrukt ook elkaar in strijd om die aarde en in strijd om die vrouw. De kern van al het racisme heeft weinig tussen wit en zwart te maken, maar te maken om wie heeft de macht. De macht over het land en de macht over onze vrouwen. Het is diep seksistisch. En hetzelfde geldt voor homohaat. Want een man die met een andere man zou doen, die vinden we feminien, verwijfd. En de vrouw, die staat onder Adam. Daar kijken we op neer. De breuken hebben steeds grotere gevolgen en zijn steeds meer veranderd in kloven, want wij verloren ook onze relatie met God. En hoewel God herstelpoging na herstelpoging na herstelpoging deed, profeten stuurde en tenslotte diens eigen zoon om voor onze zonde te sterven, wilde en bleef de mens zijn eigen God, zijn eigen middelpunt, zijn eigen centrum van zijn bestaan. En zelfs de meest gelovige christen die happy clappy is, de handen in de lucht gooit en zegt, Jezus heeft mij gered, halleluja, zal erkennen soms te twijfelen, soms opeens die listige stem te horen. Zijn we inderdaad als God? Zijn we inderdaad gemaakt naar Gods beeld? Ben ik Gods kind? De vanzelfsprekendheid waarin Adam wandelde, de mens wandelde met God, die zijn we kwijt. Ik maak me grote zorgen over deze tijd. Je hoeft niet eens meer in Jezus te geloven om te voelen dat het eind der tijden nabij is. En ik zie overal om mij heen dezelfde onuitgesproken angst. En hoe we snel nog alles proberen veilig te stellen en aan ons toe te trekken. En vooral proberen onze eigen bubbel zoveel mogelijk veiligheid te creëren. Zoveel mogelijk materieel comfort. Zoveel mogelijk nog te reizen en te doen wat we kunnen doen. Omdat en een gevoel van een afgrond, van een einde, nadert. Maar op deze manier, waarin het ikke is, wordt de breuk, de verstoring van die drie-eenheid, steeds groter. En verliezen we uiteindelijk niet alleen de ander, niet alleen de relatie tot de schepping en de schepper, maar ook onszelf. En daarom wil ik jullie meenemen naar een derde model. De nieuwe drie-eenheid, zoals ik die voor me zie. Waarin de relatie met de liefde, met God, met het grotere geweten wordt hersteld. Waarin we de schepping weer gaan eren en niet langer verteren. Dus nee, zoals Adam en Eva eten we geen vis en vlees. We ploegen de aarde niet meer om. We boren hem niet meer leeg. We stoppen hem niet vol met CO2. Nee, we eren de aarde en geven het een naam. Geven elk dier een naam. En eer het als een uniek wezen, unieke creatie van onze schepper.
En dan als het om ons gaat, wij, schepselen, moeten we terug naar dat besef dat we allemaal als Adam zijn. De eerste mens. Masculien en feminien. Het zit in ons allemaal. We zijn er bang voor. We zijn bang voor onze masculine kanten, onze feminine kanten. Daarom vinden we transgender personen en non-binaire personen ook zo verwarrend. Zij zijn feitelijk dichter bij de unieke creatie van God. Namelijk de Adam die is. Als een cirkel. Niet een gebroken tweeheid. Ze zijn eigenlijk representatie van wat het betekent om mens te zijn voorbij. Één gedefinieerd, gesocialiseerd en cultureel bepaald gender. Want één ding weet ik wel. Alles wat in Egypte mannelijk wordt genoemd, wordt in Nederland als vrouwelijk gezien en andersom. We moeten terug naar het besef dat we allemaal gelijkwaardige schepselen zijn. En allemaal een uiting van Gods creatieve, dynamische scheppingskracht. Dat er in ons Adam en Eva zit. Zoals Eva ooit uit Adam voortkwam. En wij met z'n allen uiteindelijk weer opgaan in de schepping. Als stof zijn we gemaakt. We worden leven ingeblazen en als stof keren we weer. Maar zonder die leven, zonder dat leven, zonder de Heilige Geest, zonder de ademstoot van God, zijn we ook levend niets meer dan stof. Als correspondent ben ik in 2014 in de Hof van Ede geweest. Althans, de hedendaagse plek waar volgens de Bijbel het Hof van Ede zou hebben gelegen. Het ligt in hedendaags Irak, in het Koerdische deel. En ik was daar in het hart van de oorspronkelijke tuin, dat prachtige paradijs. Het is nu één grote, rotsige zandvlakte. Er groeit niks. Wat er wel was, was een massagraf. Een Koerdisch massagraf van de El Anfal operaties van Saddam Hussein, waarbij 187.000 Koerden werden vermoord met gifgas. Geleverd door een Nederlander. Het mogen duidelijk zijn dat Nederland de Koerdische genocide nooit heeft erkend. Terwijl ik tussen een van de vele massagraven daar liep, allemaal witte identieke stenen met een klein vlaggetje erop, zag ik in de verte een reuzenrad. Het was zo'n bizar gezicht. Die rotsige, verschroeide, verbrande aarde, die graven allemaal identiek naast elkaar, naamloos, omdat ze niet meer konden achterhalen wie was. En dan in de verte dat reuzenrad, want de mens wil altijd spelen. Het was de enige keer dat ik brak. Ik liep tussen die identieke grafzerken en opeens zakte ik in elkaar. Precies bij het deel waar 400 kinderen lagen, jonger dan 7 jaar oud. Sommigen waren begraven met de knikkers nog in de hand. In een seconde omgekomen door Saddam Husseins chemische wapens. Ik zakte daar in elkaar en zag, tot mijn verbijstering, een slang. Dit is wat wij van de Hof van Ede hebben gemaakt. Dit is wat wij creëren als we uit Gods drie-eenheid stappen. We moeten het echt anders doen. En dat begint bij in de ander een verlengde van onszelf te zien. Wat diens identiteit ook zijn. En te beseffen, wij zijn beide Adam. En wij hebben beide dezelfde adem ingeblazen gekregen. Door compleet anders te gaan leven met die aarde. Daar in de hof pakte ik dat ruwe zand op. Het was vergiftigd. En ik heb mijn handen daarna heel lang moeten wassen. We hebben de aarde vergiftigd. En ze sterft waar we bij staan. En onze laatste hoop is niet alleen dat we compleet ons leven beteren. Maar ons vervolgens op de grond werpen en ons hoofd omhoog doen en zeggen, God, vergeef ons, breng ons thuis, laat ons weer als u zijn. Maak ons weer en creëer ons weer naar uw beeld. Want wij zelf, als goden, wij hebben geen idee wat we doen. Amen.